De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. En wij gaan daar wat aan doen. Ik ben samen met mijn zussen en met Suzanne een kledingbibliotheek begonnen. Inmiddels ben ik een soort van stiefzusje of zo. Nou, kleding lenen werkt eigenlijk een beetje als het bibliotheekprincipe. Dus je komt hier binnen en je sluit een abonnement af. Je betaalt een vast bedrag per maand. Daarvoor mag je elke keer kleding lenen. De hele collectie is ook online te zien. Dus je kan ook gewoon online een abonnement afsluiten en online kleding lenen. Nou, de Swappoints waar we mee samenwerken zijn eigenlijk vooral ondernemers met een gelijke visie als wij. Het is eigenlijk onze droom om de hele keten circulair te krijgen. Uiteindelijk, als een kledingstuk echt helemaal op is, willen we ervoor zorgen dat het bij de juiste verwerkingsafvalstromen komt, zodat het weer een nieuwe grondstof kan worden. Wij zien lenen eigenlijk echt als speeltuin om te experimenteren en om te zien hoe kleding lenen werkt en hoe het zou moeten werken. En ons doel is dan ook uiteindelijk om die kennis te delen aan anderen. Hoe meer kledingbibliotheken, hoe beter. We zijn gestart bij de Impact Hub met het Investment Ready Program. En dat is een programma waarbij ondernemers eigenlijk een soort van boost krijgen om hun onderneming door te ontwikkelen. En zijn we eigenlijk veel meer bewuste keuzes gaan maken in het ondernemen. Eerder was het gewoon veel meer op gevoel en nu is daar gewoon strategisch veel beter over nagedacht. Ja, het is echt next level eigenlijk. Ik geloof dat wij over 5 jaar grote stappen hebben gemaakt en het hele leensysteem een duw hebben gegeven. En dat de wereld ingegooid wordt. Ja.